Podium. Nummers 1, 2 en 3 zijn echt veel beter dan de rest. Nummer 1 is eigenlijk erg heel goed. Nummer 2 en 3 heel dicht bij elkaar. En dan krijgen we nog de laatste rit. En daar zal veel duidelijk worden. Bosker. Wat een geweldige 500 meter. Hij won trouwens 2 keer deze afstand bij een allround kampioenschap. En werd ook 2 keer kampioen. Dan heeft hij aan Wierda geen slechte tegenstander. Want Wierda is goed begonnen aan dit seizoen. Mocht wereldbekerwedstrijden rijden. En Bosker had het wat moeilijk dit seizoen. De 500 meter geeft heel veel hoop. En misschien is Wierda wel de man die hij nodig heeft op deze afstand. Want die tijd van Huizinga, die lijkt eigenlijk wel te hoog gegrepen. Hoewel Bosker al bewezen heeft dat hij dat wel in de benen heeft. Maar waar heeft hij wat laten liggen? Huizinga, helemaal nergens. Maar zijn Bosker is in de Heerenveen ooit 6:13 gereden op een NK. Kan het wel. Maar na zijn 500 meter, wat eigenlijk een prima tijd was, 36-9, gaf hij een heel emotioneel interview bij de NWS, bij Bert Maalbrink. Ja, veelzeggend en ook mooi dat een sporter zijn kwetsbaarheid durft tonen. Ja, zegt hij, ik loop toch wel tegen mentale barrières op dit jaar. En ik snap dat ook wel een beetje als we de carrière gevolgd hebben van Bosker. Die als heel jong kind vanuit Zwitserland, waar hij geboren is en opgegroeid is, naar Nederland kwam omdat hij schaatser wilde worden. Maar ja, dan laat je ook wat achter in Zwitserland. Dan kom je in een nieuw gezin, in een nieuwe. Daar werd hij overigens fantastisch opgevangen. En kon hij zich volledig richten op het schaatsen. Maar tussen de oren is er ook nog wel eens wat blijven zitten. En dat is ook logisch. Want schaatsers zijn ook gewoon mensen. En dat komt dan tot uiting op het moment dat het niet zo lekker gaat. En ik denk dat zijn trip naar Amerika en Canada gewoon heel zwaar geweest is. Ja. Hij heeft veel kritiek gekregen. En hij is altijd wel de vaste waarde geweest in de ploegachtervolging. Masterstart heeft hij er ook eentje van gevonden dit seizoen. Dus het was wisselvalliger. En dat maakt het ook zo moeilijk, want hij is altijd beschikbaar geweest voor ploegachtervolging en de Masterstart. Hij heeft niet goed geschaad, dat moeten we ook eerlijk zeggen. En dat je dan toch nog daar ook een beetje de schuld van krijgt. Het is eigenlijk, ja, sportief gezien snap je het. Maar voor de mens, Marcel Bosker, die zich altijd fantastisch heeft ingezet voor de sport, is dat natuurlijk heel erg zuur. En hij weet het. Hij is een topper. Hij rijdt al jarenlang mee, dus hij weet ook wat de wetten van topsport zijn. En dat je gewoon hard moet schaatsen. En als het dan niet lukt, dan zit je niet lekker in je vel. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat er dan zulke soort dingen door je hoofd heen schieten. En dat je het moeilijk vindt. En heel mooi dat hij dat dan ook durft te delen. Wat u rechts in beeld ziet, is natuurlijk het doorrekenen in het klassement. Want Bosker ligt in deze rit op achterstand ten opzichte van Wierda. Maar Wierda heeft zoveel verloren op zijn 500 meter. Dat uiteindelijk Bosker in het klassement daar nog voor zit. En die is terrein aan het verliezen. En het is te hopen dat Bosker zichzelf terug gaat vinden. Vooral tussen de oren nog in deze rit. Dan kan hij zijn derde titel in zijn carrière nog veiligstellen, maar daar lijkt het nu niet op. Ja, hij ziet er niet naar uit. Hij is allemaal rondjes 30-4. Dat is een seconde te langzaam. Moeilijk. En dat is ook wel. Marcel Bosker moet echt heel goed zijn. Echt iedere race eigenlijk boven zichzelf uitstijgen om die toptijden te kunnen rijden. En als je dat mentaal dan niet kunt opbrengen, dan wordt het wel heel moeilijk. Bedoel je hiermee eigenlijk te zeggen dat hij in dat interview eerder vandaag al heeft aangekondigd dat hij het op de 5 kilometer misschien niet kan waarmaken? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Oh, er wordt een moeilijke kruising ook nog. Natuurlijk krijg je er ook nog bij. Hij gaat er voorlangs. Ja, hij gaat wel voorlangs. Gaat goed. Gaat goed. Gert Wierda lost er netjes op. Profiteert ervan. Zit er nog een eindschot in bij Bosker? Die in ieder geval ietsje terug in de race is. Het is natuurlijk wel echt een allrounder. Hè? Weet wel hoe die 4 afstanden moet indelen. Hij houdt nog wel zicht op Snelling. Dus die tweede
plaats in het algemeen klassement, dat is ook belangrijk. Want de top 2 is genoeg, hè? Ja. Voor plaats in wereldkampioenschap. Dan is de titel uit beeld als die dat laat lopen. En dat is natuurlijk wel mooi, hè? Dat je ook echt weet van, hey, ik hoef deze afstand niet te winnen. Het gaat om het klassement en het gaat erom dat ik richting die tijd van die 6.17 ga. Want dat is de tijd van Bo Snelling. Dat is dan toch ook weer mentaal knap rekenwerk, hoor. En hij mag inleveren, want hij heeft een 36.9 gereden. Hij mag eigenlijk nog 7 seconden langzamer rijden. 35.134. En Bosker heeft normaal gesproken toch een aardige 1500 meter in de benen. 10 kilometer wisselvallig. Enige afstand individueel uitgezonderd aan de massastart, waarop hij zelfs een wereldbeker won. En Tomasov, waar is Semerikov versloeg op de 5 kilometer. Ja. Ze hebben wel wat aan elkaar. En nou, ze trekken elkaar er wel doorheen. Het zijn geen toptijden. Vierda, de reddingsboei voor Bosker. En dat is precies wat ik bedoelde bij de start. Die Vierda zou ons belangrijk kunnen zijn voor Bosker. En daar lijkt het op. Want Bosker is niet de Bosker op zijn best op deze 5 kilometer. Maar het is ook niet dat hij verzuimt. Hij is er nog. Tijden van 6.23 komen ze buiten. Als Bosker gewoon goed door blijft rijden. En dan wie heet het zwaar. En dan nog is er van alles mogelijk. Huizinga gaat hoe dan ook die 5 kilometer winnen. En dat lag in de lijn van hoe dit seizoen zich voor hem ontrolt. Want Huizinga is het hele seizoen al goed. Hè? De bel voor Bosker. Verlossende bel bijna. Vlakke race dat wel. Ja. Maar per ronde wat te langzaam. En dan is het klassement nog niet helemaal verkeken voor Bosker. Met die geweldige 500 meter ja. En een wat matige 5 kilometer blijft hij toch in de top 3 staan. Maar is Huizinga de grote winnaar van de eerste dag? Hier is Bosker met een mooie eindsprint. In 6.22.86 zakt. Ja, hij had die 500 meter natuurlijk niet gewonnen. Dus per saldo stijgt hij nog. Maar uiteindelijk is Huizinga de man. En na twee afstanden. En Marcel Bosker staat gewoon tweede in het klassement, hè? Precies. En wat dat betreft is er voor hem nog alles mogelijk. Zelfs deze positie, als hij dit consolideert morgen, is voldoende voor deelname aan het wereldkampioenschap. Gert Wierda is helemaal stuk. Maar ik vraag me toch af wat er allemaal door het hoofd heen gegaan is tijdens deze 5 kilometer van Marcel Bosker. Een hoop. Het is wel een toernooi. Daar waar er veel afzeggingen zijn, is er toch ook voldoende spanning over gebleven. En Ori heeft het druk met het coachen van zijn mannen. De een is blij, de ander teleurgesteld. Zo gaat dat als je coach bent. En Bosker is er nog. Zo gretig was hij was op de 500 meter. Zo moeizaam ging het op de 5 kilometer. Maar opgeteld staat hij nog steeds tweede in het algemeen klassement. En kan hij zich gaan richten op de tweede dag van dit toernooi. Dat door de kleine verschillen ook nog wel spannend blijft. Want Snelling en Bosker staan heel dicht bij elkaar. En we gaan zo de getallen zien naar de tweede afstand van dit allround kampioenschap, de 5000 meter voor mannen. Morgen de 1500 meter en de finalisten mogen dan ook nog de 10 kilometer rijden. Dat is de slotafstand. Jansman heeft het goed gedaan. Persoonlijk record. Ja. En wij wachten natuurlijk op de officiële uitslag. En we zijn vooral ook benieuwd naar de eerste reactie van de man die heerste op de 5 kilometer. En dat is niet overdreven gezegd, want hij was met kop en schouders de beste. Huizinga.
Ben jij verbaasd dat je bovenaan staat? Marcel natuurlijk ook een beetje aangegeven dat hij zich niet helemaal goed voelt. Dus, en deze rit was wel speciaal, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat ik zo'n PR zou rijden op 5 kilometer. Ja, want dit kwam bijna in de buurt van perfectie. Sorry? Dit kwam bijna in de buurt van perfectie. Ja klopt. Ondanks de jetlag eigenlijk en de late terugkomst is het wel verbazingwekkend dat je nog zo'n rit kan zetten. Want je reed heel vlak, allemaal 29ers op de laatste ronde na. Ja. Maar ja, hoe is dat dan mogelijk als je zo last hebt van die terugreis uit Calgary? Sorry? Hoe is het mogelijk dat je dan zo rijdt terwijl je zo'n last hebt van die terugreis uit Calgary? Ja, weet ik niet. Goed getraind, rust genomen, veel in bed gelegen. Toch ook een beetje je kop er naartoe zetten. Joh. Je kan er niet zoveel meer aan doen. Iedereen staat op hetzelfde punt. Bo is laat teruggekomen en Marcel Boske laat teruggekomen. Dus ja, weet je, je grote concurrenten hebben er ook last van. Of is het ook een beetje revanche? Want hier rij je eigenlijk beter dan in Calgary. Ja, klopt. Calgary was ook natuurlijk wel een beetje het WK wat in je hoofd zat. Waar je echt wou gas geven vanaf ronde 1. Hier rij je even een tandje rustiger in het begin. Waardoor ik het einde gewoon wat strakker kan houden. En ja, in het WK deed ik gewoon de eerste ronde is echt te gek. En dat kwam te duur te staan op het einde. Ja, dit is veel meer ontspannen. Dit is, of volwassenen. Gewoon even iets meer met de kop rijden. Niet te gek doen. En dat WK, weet je, daar werk ik toch 4 weken naartoe. En dat wil je echt vanaf de ronde 1 gas geven. En, je gooit een beetje met energie te veel in het begin. En dat is een harde les geweest. Zijn er dan geen coaches die je dan tot rust maken? Jawel, zeker. Oh, jij luistert niet? Ook slecht soms. Maar Jack heeft heel altijd al gezegd van doe normaal aan het begin, hou het rustig. De laatste 4 rondjes, 3 rondjes, zelfs Sven Kramer heeft tegen mij gezegd op het einde, dan gaat het vaststellen. Maar dan krijg je eerst de ronde op kruising en dan wil je er naartoe. Dan word je gretig en ben je dan nog wel jong, onervaren op zo'n WK. Dat is jammer. En jij zegt jong, onervaren. En we hebben het over vorige week. Ja, klopt. Ben je nu al 1 week zoveel ouder geworden dan? Je moet toch snel leren hier. Ja. En dit is ook een allrounder. Je gaat om 4 afstanden, niet alleen om deze. En ik reed gewoon wat volwassener in het begin al gelijk. Heb je naar klassement gekeken? Hoe groot de verschillen zijn? Nee, ik weet niet het verschil, maar volgens mij wel redelijk. Ja, wat is dan redelijk? Ja, ik pak volgens mij op Boske nu 10 seconden. En ik verloor 3, dus 7 seconden. Terugrekenen nog allemaal. Ik dacht al, laat je even. 1500 meter, ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Nou, dat is dan bij Boske 2.28. 2.28. En hij staat ook 2? Ja. Nou, een mooi ritje. Ja, precies. En dat wordt spannend, want de jongens die daarachter staan, dat zijn dan Snellink en Jansman. Op 2.78 van jou en op 2.79. Spannend. Ja, is dat wel spannend? Of zijn die verschillen wel groot? Ik moet zeggen, ik moet nu wel binnen starten tegen Boske. Dus. En ik ben niet zo'n hele snelle starter, dus Boske kan misschien wel voordeel halen uit de kruisings. Maar ja, we gaan het zien. Het is een nieuwe dag, nieuwe kansen. En ik probeer gewoon geen fouten te maken en een goede rit te rijden. In ieder geval gefeliciteerd. Dank u wel. Dank je wel. Ik kijk hier eventjes naar het scherm. Er staat ook een QR-code. En als je die QR-code scant, dan kan je die quiz doen. Officiële uitslag nu, 5000 meter Huizinga wint en doet dat in een persoonlijk record laaglandbanen. Hij was op een hooglandbaan al wat sneller. Jansman, die reed ook een persoonlijk record. Onder de 6.15 voor het eerst. Dan Snellink met 6.17. Allemaal mannen van dezelfde ploeg. Bosker op plaats.